Hey, welkom bij Bewegende Bart, het kanaal waar we elke dag 10 minuutjes versterkende oefeningen doen, speciaal voor ouderen. Vandaag gaan we geen krachtoefeningen doen, we gaan wel een aantal oefeningen doen voor de nek. Nekproblemen zijn veel voorkomend, niet alleen bij oudere mensen, maar ook bij jongere mensen. Maar bij oudere mensen zijn er vaak twee oorzaken die aan de basis liggen van nekpijn. Ten eerste kan dat zijn artritis en dan gaat het om slijtage en om het minder soepel worden van je gewrichten, vaak door ouder te worden. En een tweede veel voorkomende oorzaak kan zijn dat spieren in je nek te stroef zijn en dat daar te veel spanning op zit. In beide gevallen kunnen dit soort oefeningen hulp bieden. We gaan er meteen in vliegen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we. En vandaag dus een aantal oefeningen voor de nek. Daarvoor heb je maar één ding nodig en dat is een handdoek. Als het een kleine handdoek is zoals deze, dan kan je die oprollen. Als het een iets grotere handdoek is, dan kan je hem ook altijd half oprollen. Wel heel belangrijk is om te zeggen dat als je heel veel pijn hebt in je nek, dat het zeker een goed idee is om een dokter of een osteopaat te consulteren en advies in te winnen over wat het probleem exact is in je nek. De oefeningen mogen een beetje pijn doen, maar het is zeker niet de bedoeling dat ze veel pijn doen. Je mag plaatsnemen op een stoel en dan gaan we meteen starten met de eerste oefeningen. De nek heeft eigenlijk maar 6 basisbewegingen dat je ermee kan maken. De eerste basisbeweging is omhoog kijken. De tweede is naar beneden kijken. De derde naar links kijken. De vierde naar rechts kijken. En dan heb je als 5e en 6e ook nog het zijwaarts buigen van de nek. Dat zijn de 6 basisbewegingen. Dus als we stretchen, als we oefeningen doen, proberen we meestal één van die oefeningen te doen. En niet te veel oefeningen te gaan combineren. Je ziet ook vaak dat er wordt gedraaid met de nek. Maar dat is niet altijd nodig om dat te veel te gaan doen. Het eerste waar we mee gaan starten is gewoon eventjes de schouders losdraaien. Dus je mag even rustig je schouders heffen en dan achterwaarts draaien. Heel goed. Rustig even losdraaien. 4, 3, 2, 1. En rust. En dan gaan we als eerste oefening naar links kijken. Ja. En dan naar rechts kijken. Ga zo ver als dat je kan. Heel goed. We gaan van links naar rechts. Doe het rustig aan, maar probeer wel zo ver te gaan als jij kan. Heel goed. Probeer daarbij mooi rechtop te zitten, niet door te hangen. Mooi rechtop, positie. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Gaan we nu omhoog kijken en naar beneden kijken. Ga daarbij ook zo ver als dat je kan. Je kin volledig naar je borst brengen. Het hoeft geen pijn te doen. Heel goed. Nog 4 keer omhoog. Dit is nu de laatste. Heel goed. Geweldig. We gaan vervolgens een stretching doen. Dus je gaat nu naar één kant kijken en je gaat daar het aanhouden in deze positie. Dus je probeert dit nu 10 seconden aan te houden. Blijf mooi rechtop zitten ondertussen. 5, 4, 3, 2, 1. En dan kom je rustig terug. Recht naar voren. Heel goed. Even inademen. En uitademen. En dan doen we hetzelfde aan de andere kant. We gaan naar één kant kijken. En daar ga je 10 seconden aanhouden. Zo ver als dat jij kan. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Heel goed. Dan gaan we hetzelfde doen, omhoog kijkend, ja. En je kijkt helemaal omhoog, zo ver als dat je kan, het hoeft geen pijn te doen, nog 6, 5, 4, 3, 2, 1, en
terug, neutraal komen weer. En dan gaan we nu naar beneden kijken. Dus kijk naar je buik. En je kin gaat naar je borst. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we komen rustig terug neutraal. Adem even in. En uit. Heel goed. Dan gaan we nu de zijwaartse beweging doen. Daarbij doen we meteen een stretch. Je mag het hoofd vastgrijpen, maar trek niet te hard. Dus je brengt je hoofd zijwaarts en dan voel je aan de andere kant de stretch. Als je het niet voelt, mag je iets harder trekken. Heel goed. Doe het rustig aan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En kom rustig rechtop. Heel goed. Eventueel even de schouders rollen. Rustig aan. En dan gaan we hetzelfde doen naar de andere kant. Lichtjes trekken aan dat hoofd. Dat je de spier aan de zijkant van je nek oprecht brengt. Heel goed. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En kom rustig rechtop met dat hoofd. Dit zijn de 6 basisbewegingen. Een heel goede manier om nekproblemen te voorkomen en ook te verbeteren, is om deze 6 bewegingen heel regelmatig gewoon eens te doen doorheen je dag. Dat wil zeggen, gewoon eens naar beneden kijken, naar boven kijken. In zo groot mogelijke beweging, eens naar links en rechts kijken. Een aantal keer en dan een aantal keer zijwaarts buigen. Ja. Doorheen je dag, eigenlijk om de 1 à 2 à 3 uur, dat je doorheen je dag verschillende keren dit eigenlijk doet. Een andere oefening die je er nog kan bijnemen, is dus met de opgerolde handdoek. Als je hem volledig hebt opgerold, dan is het een borst, dan kan je hem achter je nek plaatsen. En dan ga je eigenlijk gewoon hem achter de nek plaatsen en lichtjes druk zetten naar voren. En dan voel je een lichte druk op je nek. En dit gaan we eigenlijk 10 seconden aanhouden. Als je nekpijn hebt op dit moment, dan kan deze oefening waarschijnlijk al een ontlasting van de pijn geven. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Heel goed. Als je het los houdt, laat het rustig zakken, zodanig dat een eventuele kramp niet meteen terug in je nek schiet. We gaan dan de volgende oefening doen. Op dezelfde manier ga je de handdoek nemen, maar je gaat één kant laten zakken. Eén kant laten zakken en met de andere kant ga je trekken naar voren. Trekken naar voren en ondertussen gaat je hoofd roteren naar de lage kant van de handdoek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan ga je rustig terug neutraal brengen. En dan gaan we hetzelfde nog eens doen aan de andere kant. De handen die zijn voorwaarts. Nu gaat mijn rechterhand zakken. Mijn hoofd draait naar de lage kant, dus naar rechts. En ik trek aan de andere kant. En daardoor helpt de handdoek in mijn nek, mijn wervels, om die rotatie eigenlijk mee te ondersteunen. Heel goed. 5, 4, 3, 2, 1. En rustig terug neutraal komen. Heel goed. Als je al geholpen bent met deze oefeningen, dan kan je daar gerust mee voort. Doe ze regelmatig en dan zal je merken dat je nek minder pijn heeft en dat je daar dus minder last van ondervindt. Nog één bijkomende oefening, voor als je echt pijn hebt, als je echt met een blokkade zit, kan je deze oefening altijd nog eens erbij proberen. Je gaat je handen nu kruisen. Ja, en dan ga je de handdoek opschuiven tot het bovenste deel van je nek. Ja. Eén hand blijft, het onderste hand blijft op die hoogte. Het bovenste hand ga je omhoog brengen, zodat de handdoek ter hoogte van je oog komt. En dan ga je met die bovenste hand ga je gaan trekken. Ja. En dan voel je een spanning op je nek. Dit heet tractie. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. En dan laat je
rustig los. Ja. Dan ga ik mijn handen verwisselen. Ja. Dan zorg ik dat mijn andere hand boven is. En ik ga nu deze hand omhoog brengen. En ik ga daar exact hetzelfde doen. Heel goed. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Heel goed. We zitten nu aan het bovenste deel van de nek. De bedoeling is nu dat je dit nog eens herhaalt. Een centimetertje lager. Dan nog eens een centimetertje lager. Dan nog eens een centimetertje lager. Als je dit een vijftal keer hebt herhaald, dan ben je aan de onderkant van je nek. En dan zal je al die posities, al die wervels even hebben getest. En dan kan je gaan voelen waar exact zit je nek nu vast. Voor vandaag zit het erop. Zo, dit waren een aantal oefeningen voor de nek. Ik hoop dat je ermee geholpen bent. Als je geholpen bent ermee, vergeet niet te abonneren en te liken. Dan krijgen meer mensen deze video ook te zien en dan zijn zij ook geholpen. Als je graag nog een andere training doet, bijvoorbeeld om je beenspieren of armspieren te trainen, kijk dan even op het kanaal of kijk naar de video's hier of daar. En dan zie ik jou heel graag gewoon morgen terug.